superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Ja, hallo. Ik ben een partij slaperig. En moe en make-uploos en net wakker en het is een uur of 7 en ik ga zo weer draaien bij SBS, moet ik zo meteen zijn. Ik had gewoon zoveel werkdingen nog in mijn hoofd zitten. Regeldingen, belastingdingen, kleine to-do's die ik niet moest vergeten, taken voor andere mensen. Het zweeft allemaal in mijn hoofd en ook omdat ik ga verhuizen van kantoor. Dat is dus per 1 september en dat is nu. Dus ik moet opeens heel veel dingen regelen. Ik ga zo even in de Uber, want het regent super hard. Ik hoop dat we wel buiten kunnen draaien vandaag. Ik ben met Rens! En ben je blij met Rens? Ja, was zo leuk. Lekker gegeten en leuk. Ik vind het heel leuk, want gewoon heel veel mensen. Wij zijn nu vaak van voeding houden. Hoef je niet zo bij te lachen? Het topgerecht uit je partyboek? Ik denk wel de piña colada. Ik vind eigenlijk alles wel lekker. Dus ja, wat ik meer heel chill vind en makkelijk is, zijn de gevulde avocado's. En die heb je net gehad. Lekker. En ja, alles eigenlijk wel. Ja. Ik ben met Kai. Ik kan echt niet met lange mensen vloggen, want dan pas ik er nooit in. We zijn bij de SBS-presentatie en zo blij dat we elkaar hebben. Zo, echt een opluchting, ja. We staan op die borrel zo met je glas en dan ben je eentje in de hoek. En nu staan we met z'n tweeën. Precies, altijd het beste beetje weird. Het ziet er heel mooi uit en volgens mij zijn we op net op tijd of net niet. Dus laten we naar binnen. Ja. Hey guys, ik ben in Studio Savaat, wat echt mijn lievelingsplek is. Er staan zoveel fijne spullen, zoals een Kelly. En je kan hier gewoon heel lekker fotograferen en filmen en dat soort dingen. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik ben met Douwe. Hallo. Hallo. Hij heeft een heerlijk rugslierjasje aan, wat ik eigenlijk wil stelen altijd. Wat gaan we vandaag doen? Een hele leuke styling serie opnemen met allemaal styling dilemma's. Dus wat draag je na een sollicitatie of als je gaat vliegen, dan zie je er toch een beetje funky uit. Dat idee. Dus ik ga nu even alle kleren uitpakken. Lekker super burrito's. Die dingen zijn echt huge. Ik ben met Bobby. En dat is natuurlijk op zich al heel erg leuk. Maar ook omdat zij mijn Fred schoen aan heeft. Ik ben zo trots. Soms zie ik gewoon iemand lopen en dan wil ik er naartoe rennen als een gek. Maar waarom doe je dat niet? Ja, doe ik soms. Mijn moeder heeft het ook vaak. Dan gaat ze gewoon naar mensen toe. Dat doen ouders volgens mij. Maar ik vind ze heel goed staan. Maar weet je waar ik nou heel benieuwd naar ben? Heb jij ze allemaal? Ja. Ja, alle 6. Ja. Dat is wel lekker. Sommige heb ik ook nog echt pas 1 keer aangehad of zo. Maar ja. Je hebt gewoon favorites. Bij mij zijn deze de faves ook. Ik heb ze pas 2-3 keer aangehad. Ja, ze zien er nog heel goed uit. Ik was wel benieuwd inderdaad. Ja. Maar dat mag. Oké. Trots. Ja. Leuk! En gek genoeg voelt het helemaal niet als een party cruise. Toch, Anne? Nee, ik heb echt nog nul muziek gehoord. Geen feest vibes. Dit is gewoon heel lekker rustig. Kijken uit over het water. We gaan nu wel eten. Het heeft wel wat zo'n cruise. En het is dus al het eten zit inbegrepen. Dus je kan ice creams en sushi's en alles. Dat wordt nog wat. Off we go! Heel benieuwd, ik ben nog nooit op zo'n schip geweest. Een cookietafel. We hebben nu borden helemaal vol liggen. En nu gaan we dus nog op een boot burritos maken. Wat zijn er allemaal in? Ja, dat is een goede vraag. We made it! En we hebben
hebben een matching badpak. Hoe leuk. Ik heb dit zo'n bikini. En Anne een badpak. So pretty. We zijn klaar voor een avond uit. En we hebben even ons make-up mooi gedaan. Heel snel. Wat haarspul erin. Ik heb uiteraard weer iets met stippen aan. Altijd gezellig. Een top van Topshop en mijn lievelingsjeans en gewoon chillen slippertjes, want we gaan even eten. En ik heb niet zo'n zin om helemaal dressed up te gaan. Dus dat. Wow. We zijn dus de hele tijd tegelijkertijd aan het vloggen. Hoe mooi! Dit is gewoon een en al Kate en Leo. We hebben even wat truien aangedaan, want het is gewoon hartstikke koud op een bootlife. Goedemorgen, we zijn aangekomen in Barcelona. En het lijkt super uitgestorven al te zijn op deze boot. We zijn hier nu een paar uurtjes voordat we weer terug moeten vliegen. Dus we gaan even een strandje opzoeken. Super lekker. Ik ben benieuwd, kijk, het is hier helemaal leeg. Ik zie niemand. Ghost ship. Klinkt ook als een horrorfilm, of misschien is dat wel een horrorfilm. Jongens, dit is me toch even de ghetto life. We staan in deze rij. Het is echt niet te doen. We staan hier al 40 minuten en we bewegen niet. Volgens mij is iedereen aan het vorderingen en wij zijn als praat burgers achteraan gaan staan. Nu hebben zij yoghurt en dan ben je gewoon stom. Tussen al deze prep en dan zijn ze nu aan het eten op de hoek met de honden. We hebben het gevonden hier. Oh my god. Freedom! Yes, 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 yes! Ah, hij vindt het helemaal leuk dat je zijn muziek leuk vindt. Ja, echt lief. Dat is echt lief. Kijk eens wie we hier hebben. Het is Lingo. Ze heeft er geen stem meer. Wat zijn we allemaal verloren op de ark? Onze dignity, onze stem. Oh ja, is goed. En we hebben matching love stories. Rode. Zei jij dildo? Hij is Jack. Even wat strand meepakken. Altijd lekker. We zijn op de airport. Hallootjes. We hebben net allebei twee pizza stukken gegeten. En ik krijg deze spijkerbroek gewoon niet meer dicht. Hier zit een kant en hier. En dat gaat gewoon niet meer dicht. Het ziet er zo gek uit als je van een afstandje zit toe te kijken. Ik snap nu dat mensen kijken als iemand vlogt. Nu snap je dat. Ja, want als je het zelf doet, is het voor jou heel logisch. Maar ik zit nu objectief mee te kijken. Maar mij is het ook awkward, normaal gesproken. Ja, denk ik echt, nu snap ik, want het ziet er zo gek uit. Dat je opeens jezelf gaat filmen. Ja, en er tegen praat ook, want... Nou ja, oké. Dat is een heel verhaal, maar te lang om uit te leggen. Te lang. Ja, ik wilde wel weten wat die wand was. Ik zeg het zien, ja. Ik vertel het je zo. Oké, tot later, doei. Oké, guys, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Het was een te gekke week en heel gevarieerd en heel leuk. En als je niks wil missen, vergeet dan zeker niet je even te abonneren op mijn kanaal. Vind ik super leuk. En het gaat echt goed met de abonnees, waar ik super trots op ben. Want dat is echt wel iets wat voor mij persoonlijk gewoon heel veel betekent. Dat jullie je tijd en nou ja, je leven een beetje openstellen om naar iets wat ik maak te kijken. Vind ik echt het grootst mogelijke compliment dat jullie mij jullie slaapkamer of woonkamer binnenlaten als het ware. Dus dat vind ik super cool en dat gaat echt goed en ik ben heel trots. En ik probeer daar ook echt bij stil te staan. Want als je alleen maar denkt aan, oeh, ik wil ooit zoveel subscribers hebben. Dan ben je nooit tevreden of zo. Terwijl ik nu toch langzaam maar zeker richting de 30.000 ga. En ja, dat is wel echt een mijlpaal voor mezelf. Dus dat zou ik heel cool vinden. Er komt van alles leuks aan. Leuke interviewvideo's. Ik ga naar Marrakesh, dus dat wordt heel tof. En... er komt een makeover van deze slaapkamer aan in samenwerking met een hele leuke partij. Dus dat ga je natuurlijk ook zien als je abonneert. Zin in. Ik zie je in de volgende en dankjewel voor het kijken. Doei!